was eens een bos. Een heel groot bos. Het was een dierenbos. En in dit bos, er stond een heel klein huisje. En in dat huisje, daar woonde Emmy met haar moeder. Jaarlijks maken de vierde en vijfdejaars HAVO-VWO-leerlingen van het Helinium, die dans als examenvak volgen, een kinderdansvoorstelling in Theater Twee Hondjes voor de groepen 3 en 4 van de basisschool uit Hellevoetsluis. Het verhaal gaat over dat je niemand moet buitensluiten en dat met elkaar spelen voor iedereen leuker is. Je kan dans kiezen als examenvak en als je dat gedaan hebt, dan ga je een kinderdansvoorstelling maken voor de openbare basisscholen van Hellevoetsluis. Vlak voor de zomervakantie dan is het duidelijk ongeveer wat we willen voor thema. En dan is er iemand die zich aanbiedt om een stuk te schrijven. Op vakantie wordt het stuk dan geschreven. In dit geval is dat dan, zijn dat Patja en Liam. Hallo kiedokie! Hallo? Hallo. Emmy? Waar is iedereen? Ik moest de begindans aanleren, dus het begon bij mij dat ik die dans moest maken. Dat heb ik samen met Marinda gedaan. En dan ben je al een beetje aan het inleven op het stuk en het moet wel aanpassen bij het stuk natuurlijk. Dus nou, dan heb je die dans verzonnen, dan ga je het aanleren en dan is het de allereerste dans. Dus dat moet natuurlijk wel vol energie en goed zijn. Nou, dat had ik op een gegeven moment aangeleerd en elke les een dans erbij. Dus elke les dan kom je meer in het stuk en kom je steeds meer in het verhaal. Nou, dan heb je alle dansen aangeleerd en dan ga je op een gegeven moment ook echt met tekst doen. En dan wordt het echt leuk, want dan begrijp je het verhaal achter elke dans. En alles valt zeg maar in elkaar. Net zoals met ieder sprookje komt ook dit verhaal tot een goed einde en werd iedereen uit het bos vrienden met elkaar. Mag ik nu eindelijk mijn honing? Vooral die beer was leuk. Ja, ik zou die vastkomen. En dan op het eindje uit die beer, mag ik nou eindelijk mijn honing? Ja, dat was juist goed. Leuk!